geweldig. Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vakantievlog van kellycrest.nl. Eindelijk weer een vakantie buitenland vakantievlog. Heerlijk. Oh, ik ben zo blij dat we eigenlijk in Frankrijk zijn. Het was best wel een beetje spannend of het er wel door kon gaan natuurlijk. Maar we zijn er, we made it. En we zijn nu, we hebben afgelopen nacht overnacht. We zijn gisterochtend vertrokken vanuit Nederland. We zijn gaan overnachten in Lyon. Een best wel bijzonder hotel. Of u mij op Instagram volgt, die heeft daar alle avonturen van kunnen zien. Maar ik zal zo even een highlight zetten op Instagram. Mijn vakantie Frankrijk stories. Dan kan je ze terugkijken. Het was een bijzonder ouderwets hotel. We zijn vandaag vertrokken richting naar Languedoc de Roussillon. Zeg maar echt het meest zuidelijke deel van Frankrijk aan zee. En het is heel druk op de weg. Dus daar doen we er gewoon een heel stuk langer over. Ja. We rijden nu ongeveer bij Valence. En ik ga jullie deze week meenemen. We gaan nu onderweg naar camping Le Petit Mousse. En dat is een camping van Soucan Select. En wij zijn door hen uitgenodigd om een heerlijke 6-persoon sta-caravan met airco te gaan genieten op die camping. Dus dat wordt echt heerlijk. Dus deze week ga ik dan ook vastleggen in een vlog. Daarna volgt er een kleine vlogstop. Wij zijn daarna nog 2 weken op vakantie. Want we gaan ook nog een weekje naar mijn schoonzus. En we gaan nog een weekje in Nederland op camping bij Duinruil. Maar dat zal ik vooral in stories op Instagram gaan vastleggen. Ik zou zeggen, ga gezellig met ons mee. Hebben we er allemaal zin in? Ja! Ja! De campingcrew. We zijn aangekomen bij onze sta-caravan, dames. We hebben een heel leuk terrasje hier met een picknicktafel. Echt heel leuk. Het is een hele grote, een premium 6-persoons. En dan is hier de keuken. Met de vaatwasser. Koelkast met vriezer. Ja. En dan dit? Ja. En dan is hier de woonkamer. En dan zit hier een heel leuk zitje. En een tafeltje. Met stoelen. Ja, daar kun je zitten. En dan is hier onze slaapkamer. 2-persoonskamer. En zie je dit? Met een kastje voor de kleertjes. Voor deze kleertjes? Ja. En nog dit. En dan gaan we doorlopen. En dan hebben we hier de badkamer. Hier is een wastafel met föhn. Hier is de douche. Ruime douche voor een sta-caravan. En daar is de wc. Wie gaat er hier slapen? Dit is een 2-persoonskamer. Ook met een kast. En dan zit hier ook nog een slaapkamer. Dus dat wordt helemaal toppie. Nou, we gaan eens even de boel uitladen. We zijn net op de heenweg al boodschappen gaan doen. Dus dat is even makkelijk. Kunnen we die gelijk inladen. En dan gaan we eens even de boel verkennen hier. Nou, ik ben ietsjes opgefrist. Eventjes mijn haar een beetje gefeund. Een jurkje aangedaan. En we hebben even alles uitgepakt. Een plekje gegeven. De bedden opgemaakt. Al dat soort dingetjes. En nu gaan we eens even over de camping wandelen. Eens even bedenken wat we vanavond gaan doen met eten. Dat soort dingen. Ik heb dit jurkje aangetrokken van de H&M. Dus let's go. Wat ons echt gelijk opvalt is dat er echt bijna geen Nederlanders zijn. Nou vind ik dat op zich niet zo heel erg. Maar normaal op zo'n camping is het echt wel bijna de helft Nederlanders. En nu denk ik dat we misschien 2 Nederlandse ouders hebben gezien. Maar dat maakt niet uit. Het ziet er hier echt super leuk uit. Daar is het zwembad, maar daar laat ik morgen wel wat meer van zien. Hier zit er onder andere een winkeltje. Daar is dan de kinderdisco. En hier is een restaurantje. Nou, we zijn hier lekker gaan zitten. Inik heeft een carpaccio. En mij een kipnuggets en frietjes. En ik heb lekker een geitenkaassalade. Tina, is lekker. Yannick is de jongste meisjes in bed aan het doen en ik ben met Lana nog 1 potje schottentotten aan het spelen. Voordat ze ook naar bed gaat. Goedemorgen allemaal, we hebben echt heerlijk geslapen. We gingen een beetje op tijd naar bed. We hebben echt lekker uitgeslapen. Dus we zijn er een beetje bijgekomen van de 2 dagen reizen. En nu zitten we lekker aan de ontbijttafel. Lekkere croissantjes en broodjes. Doe ze is dat zo? Oh, nou, dat is maar goed dat we in Frankrijk zijn.
Heb je ook lekker geslapen, schat? Ik ben ook koud slapen. Lekker aan de koffie en de thee. We gaan er weer een hele leuke dag van maken. We gaan er weer een leuke dag van maken, schatjes. Thee, nou proost. Hoppa. Proost. Nee, je filmt ook. Nou, ik heb inmiddels eventjes me aangekleed. Ik heb dit jurkje aan van Come Get Fashion. Ik heb mijn bikini er al onder aan. En ik doe de hele week geen make-up op, dus dit is het gezicht waar je het mee moet doen. Ik vind het echt heerlijk. Om gewoon lekker zo rond te lopen. We gaan daar even boodschapjes doen. We hebben gisteren al wel even bij de Aldi wat kleine boodschappen gedaan. Maar we gaan nu ook nog even boodschappen doen, een beetje voor de rest van de week qua drinken. We willen in ieder geval 2 of 3 keer koken en de rest lekker uit eten gaan. We hebben een hele fijne barbecue, dus het zal ook 1 of 2 keer barbecue zijn. Misschien een keer een pastatje. Want dan krijgen de kinderen ook nog wat groenten binnen. Want de kindermenu's in restaurants zijn eigenlijk vrijwel nooit groenten. En dat is echt niet erg voor een paar keer in de week, maar op vakantie. Maar ik wil dat er af en toe ook groenten gegeten wordt. Dus dan zorgen we in ieder geval dat ze dat binnenkrijgen. Nou, wij gaan naar de supermarkt, dames. Ga je mee? Ja! En we hebben voor de meisjes allemaal een stepje meegenomen. En hoe schattig is Amy in dit leuke pakje? Dat was eerst van Lana. Dat is volgens mij van Zeeman, al best wel even geleden. Maar dat staat er zo schattig. Maar kom, we gaan boodschapjes doen. We gaan dus nu boodschappen doen bij de Intermarché. En zoals jullie weten, boodschappen in het buitenland vind ik helemaal geweldig. Dus ik heb er heel veel zin in. Jullie ook, hè? Kom, let's go! Hier in Frankrijk vind ik de theetjes zoveel lekkerder. Meestal haal ik ook nog wel wat thee. En ik heb thuis nog best wel veel liggen. Die is heel lekker. Zo'n avondtheetje. Verveine heb ik gisteren al gehaald. Bij de Aldi. Nou ja, super veel lekkere smaakjes. Maar goed, we hebben genoeg thee. Ik mag ook geen thee meer kopen. Ik mag van jullie geen thee meer kopen, dus dat doe ik ook niet. Dus lekker kijken. Je haalt meer thee dan ik drink. Ja, dat ik drink. Ik haal meer thee dan ik drink, dat klopt. Nou, we gaan eens even verder kijken. En ook het chipsvak is altijd veel uitgebreider. Oh, maar dat is gewoon naturel. Ze hebben zoveel lekkere smaakjes. Dit is bijvoorbeeld met geitenkaas. Gadverdamme, nee, is lekker. En met, ja, vinaigre, dat hebben we in Nederland denk ik ook wel. Koekoek. En deze vinden wij ook altijd zo lekker. Die spookjes. En ook met chocolade zijn ze altijd heel erg lekker. Maar daar heb ik gisteren al best wel veel gekocht bij de Aldi. Voor in de avond bij de thee. Heel veel. Oh, lekker deze met, van Lindt. Oh, lekker. Kopen. Ja, we kunnen blijven kopen wij. Nou, we hebben lekker veel boodschappjes gehaald. Ook om lekker te koken. Dus dat komt helemaal goed. Dan gaan we zo naar het zwembad. Boodschapjes aan het inruimen en dat is altijd best wel een uitdaging, want je haalt altijd veel te veel. Je hebt een kleinere koelkast als thuis en een kleinere vriezer, maar volgens mij moet het wel goed komen. Ja. Dus we zijn hier de boel aan het inruimen en ook lekker drinken. En nou ja, Yannick en ik hebben besloten om een tijd geen alcohol te drinken. En ze hebben ook hele lekkere alcoholvrije drankjes. Deze champagnes. En deze biertjes. Deze hadden we gisteren ook en die was echt super lekker. En het is met ananas en citroen. Nee, ik ben niet zwanger voordat je dat gaat denken. We hebben gewoon die keuze gemaakt om in ieder geval voorlopig geen alcohol meer te drinken. En dat voelt eigenlijk heel erg goed en fijn. Dus dan doen we het gewoon lekker met alcoholvrije alternatieven. We gaan nog even verder inpakken en dan gaan we richting het zwempak. Het zwembad. Het zwembad. Ja. We gaan richting het zwembad. Oké, we gaan nu richting het zwembad. Ik heb heel even zo'n jurkje eroverheen gegooid. En ik neem mijn actioncam mee, mijn nieuwe. Dus die beelden ga je, als het goed is, dadelijk zien als het allemaal lukt.
zwembad, was het leuk bij het zwembad? Ja, maar we gaan na het middageten nog een keer. Ja, we gaan na het middageten nog een keer, hè. En ik ben lunch aan het maken en ik had, oh even licht. Ik had mijn wafelijzer uit Nederland meegenomen, zodat ik ook gewoon lekker mijn gezonde lunch kan maken, low carb. Dus dit is mijn heerlijke lunch. Mama, jij bent 30. Ik ben nu nog 30, hè. Ja, en pindakaas mee, dus helemaal toppie. Nou, we zijn weer even naar het zwembad geweest deze middag na de lunch. Daardoor zie ik er lekker uit. En nu gaan we even apéro doen, oftewel een soort van borreltje. Op z'n Frans, hè, aperitief tijd. Dus dan ga je even een zoutje pakken wat lekkers te drinken. En we hebben ook een hele subtiele zak chips gehaald. Heel klein. Een halve kilo. Toppie. Nou, we vonden deze 0.0 met ananas limoen. En ik heb hem al geproefd, dat is heel lekker. Proost, proost, proost. Amy heeft voor zich, ja. Proost. En we hebben lekker wat kaasjes en chippies. Lekker. Proost, Amy. Proost. Het is echt van een lekkere kaasje. Nou, ik ben weer gefeund en gedoucht enzovoort. Mijn ogen zijn alleen heel rood, maar dat komt denk ik echt wat zwemmen. Maar goed, het maakt niet uit. Ik heb dit jurkje weer gezellig aan. En vanavond gaan we niet uit eten, even voor de verandering. We gaan even lekker zelf koken. We hebben hier een hele leuke barbecue. Dus we gaan lekker barbecuen. Yannick heeft lekker alles voorbereid. Een hele lekkere salade. En dan hebben we hier dus een soort bakplaat barbecue. Dus dat is echt wel heel chill. Met groenten, uitjes en lekker vleesborstjes, hamburgertjes en kebab. Dus dat wordt heel erg lekker. Nou, dat gaat goed hierop. Ja. Lekker schat. En jullie hebben Franse vriendinnetjes gevonden, hè? Ja. Ik kan ja. Hoe heet ze eigenlijk? Ik weet nog niet hoe het heet. Ik heb een soort van vriendinnetje. Ik kan ze niet verstaan hoe ze heten. Oh, oké. Okay. Dat is ook interessant. Francine en François? Maar had je niet gezegd hoe jullie heten dan? Dan zeg je Amy, vriendinnen. Ja. Welke? Beetje gebarentaal dan. Welke zeg? Vrienden 1. Oh ja, en hoe heten hun dan? Dat weet ik ook niet. Oh. Omdat hun een andere taal spreken. Ah, oké. Okay. Ja. Dus ik weet niet wat hun zeggen. Oh. We gaan nou even naar de kinderdisco. En even kijken wat er allemaal te doen is. Er is ook nog een show. Meisjes trekken op de stepjes. Ja, hè? Ja. Stepjes die hadden we voor de vakantie nog gehaald. Zodat ze lekker hier kunnen rondsteppen. Mama, papa. Dus ik ben benieuwd wat er te doen is. Zo zie je een beetje hoe de camping eruit ziet. Daarachter zie je Yannick, maar dat is heel ver weg. Het vriendje die aan het steppen is. En Wij zijn er als eerste, ja. Hele leuke camping. Van het zwemmen en er gaat een glas om, maar dat gebeurt maar een paar keer per dag dat glazen omgaan. En we hebben even wat lekkers, tijd voor apéro zoals ze dat op z'n Frans zouden zeggen.
Proost. Proost. Het is inmiddels avond en ik heb voor de verandering een keer make-up op gedaan, tenminste een mascaraatje. En een jurk, het is vanavond Black Day inderdaad. Dus black coat. Black coat inderdaad, dus de dresscoat is black bij de karaoke, vanavond is karaoke. Dus dat is leuk, maar we gaan eerst even uit eten in het stadje Vias. Dus daar heb ik mijn jurk alvast aan, dus wij gaan richting het stadje. Goedemorgen. Het is woensdag. Nee, gelukkig nog niet. Het is dinsdag. En wij hebben gisteren echt heerlijk gegeten in Vias. Het was echt een superleuk. Hey Amy. Niet op de camera vertellen dat papa in zijn blootje loopt. Nee. Is ook niet zo. Niet altijd. Nee. Gisteren hebben we heerlijk gegeten in Vias. Het was echt een heel leuk restaurantje. En er was live muziek en we hebben echt lol gehad. Het was echt heel erg leuk. Waardoor we ook vanavond bij hetzelfde restaurantje gelogeerd, gereserveerd hebben. Hele leuke eigenaresse, heel vriendelijk. Nee, echt heel erg leuk. En vanavond is er ook avondmarkt. Dus dan gaan we dat ook mee pakken. Ik heb weer mijn everyday outfit aan, mijn bikini. En deze bikini is helemaal geen strapless. Maar dit moffel ik dan hier een beetje zo in. Zoiets. Nou ja. Dan heb je dus niet allemaal randjes. Nee, het ziet er nu heel raar uit, maar dat komt goed. Dus wij gaan lekker richting het zwembad. Ik kijk even of ik daar nog wat beelden film. En nou ja, dan zien jullie vandaag nog één dagje. Kijk je nog wel één dagje zelf mee in onze vakantie. Want de meisjes hebben lekker een ijsje, maar we doen ook even een aperitiefje. Dit flesje vond ik bij de Intermarché, is een alcoholvrije champagne. En lekker wat grapjes bij. En dan gaan we straks naar de avondmarkt, hè? Nee, stoplicht. Stoplicht ijsje, ja. Inmiddels ben ik gedoucht en heb ik in ieder geval een beetje blush en highlighter opgedaan. Dat doet al heel veel. En ik heb een nieuwe jurkje aan, die had ik vorige week in de shoplog laten zien. Daar staat ook het linkje voor wie benieuwd is. En we gaan richting het stadje waar een avondmarkt is. En we gaan weer eten bij hetzelfde restaurant als gisteren. Want dat was gewoon super leuk en lekker. Dus neem je nog even gezellig mee vanavond. Nu zijn we op de avondmarkt. En ik vind in Frankrijk de marktjes altijd super leuk. Dus we gaan eens even rondkijken. Dit zijn allerlei plaatselijke Noga stukjes. En hier, deze heeft allerlei chocolade... dingetjes voor het brood. Yeah. Ziet er wel echt lekker uit hoor. Choco spread. Oh wow. Oh goed. Best in France. Oké. Goed. En sieraden. Daar zit Amy bij papa. En hier hebben ze allerlei lekkere kaasjes. Leuk hè? Dat heeft ze denk ik allemaal zelf gemaakt. We zijn weer naar hetzelfde restaurantje gegaan als gisteren, omdat dat super lekker was. En ik heb net als gisteren de geitenkaassalade als voorgerecht. Je hebt lekker hamburger met frietjes. Papa heeft foie gras en nog iets met gizzard salade als voorgerecht. Friet met kipnuggets. En je hebt ook hamburger met pasta, hè? Lekker, lekker. Wat wil je, schat? Saus. Oké. Nou, ik ben voor de camembert gegaan uit de oven, dus dit is lekker veel kaas. En jij hebt een soort van steak nog wat, hè? Ja. Ja, de steak. Hier gaat het ook allemaal helemaal gezellig.
En ook weer hetzelfde toetje. Maar nou ook weer niet hoor. Ik heb hem geïnspireerd door geïnfluenced met mijn toetje. En nou lopen we weer terug. We hebben lekker gegeten weer bij hetzelfde restaurantje. Was leuk hè? Ja, je had dit keer de hamburger met pasta gedaan. Ik heb het met hamburger met vlees. Ja, lekker is schat. En ik had kipnuggets. Ja. Zo. Nou, we hebben weer heerlijk genoten. Ook heel leuk om over de markt te wandelen. En nu gaan we weer terug naar de camping waar we nog een soort van magic show hebben. En dan gaan we lekker naar bed toe. Ik ga deze vakantie vroeg afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. De komende dagen gaan we nog lekker op deze camping genieten. En dan hebben wij nog 2 weken vakantie die ik even zonder camera, vlogcamera ga doorbrengen. Dus daarom ook even een vlogstop. Ik weet even niet wanneer er weer een vlog online gaat komen, maar zeker 2-3 weken niet. Ja, zeker 3 weken. Niet, denk ik. Maar goed, wie weet. En donderdag is schuimparty. Donderdag hebben we nog schuimparty hier. Wie weet ben ik er wel weer eerder, maar jullie zien het vanzelf voorbij komen. Ik hoop dat jullie ook een hele mooie zomer hebben. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Vond je hem leuk, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zeg ik tot de volgende keer. En volg me zeker op Instagram, waar ik jullie wel vrijwel elke dag op de hoogte hou. Dus daar kun je me ook vinden. Doei. En natuurlijk papa Shanky. Nou, ja. Dankjewel voor het kijken allemaal. Doei! Doei.